planten hoeven niets te kosten. Als je alleen je liefde wil geven, is het genoeg. Passie is kamerplanten en eigenlijk alles wat ermee te maken heeft. Dus het kweken, het verzorgen, het genieten natuurlijk van de planten, het zoeken naar bepaalde planten. Ik kweek bijna alles vanuit stek. Van wat je hier ziet staan is, ik denk 70% ongeveer is eigen kweek. Dat doe ik in een kastje, maar dat doe ik ook in mijn raamkozijn voor en op kleine stukjes, eigenlijk overal. Ja, hier is, dit is een keukenraam gewoon op het zuiden, dus ideaal. Dan kan je eigenlijk het hele jaar door kweken. En, dus dan kan je gewoon kleine kamerplantjes kan je hier neerzetten, stekjes. En als je de verwarming een klein beetje aanzet, dan, en je zet wat grote planten erop die je gewoon wat vaker water geven, zodat je iets hogere luchtvochtigheid hebt, kan je hier eigenlijk heel goed stekjes neerzetten. Als je kijkt bijvoorbeeld deze Galatea, hè, dat is als een heel klein mini plantje hier gekomen. Nou, natuurlijk hartstikke leuk. En ja, dat is eigenlijk met alles wat hier staat, op een paar na, maar bijna alles hier zo komt gewoon een stekje. En dat zet ik gewoon, ja, dan kan je hier prima kwijt. Vroeger thuis was ik altijd al bezig met planten. Mijn ouders helemaal niet, dus ik weet ook niet hoe dat kwam. Maar vroeger als thuis, wat vroeger een, mijn vader had vroeger vogels en ik had de plantjes in de achtertuin, en, in een kastje. Ja, en dat is eigenlijk nooit meer weggegaan. Totdat ik eigenlijk op een punt kwam dat je moet gaan werken. Hè. Dus ik kwam van school af, dus toen ben ik gaan werken. Toen heb ik eigenlijk van alles wel gedaan. En toen besloot ik eigenlijk dat toen de kinderen groter werden van het roer moet maar eens om. Dus toen ben ik heel erg hard gaan studeren. Dus dat is het leuke van zo'n raam. En zo'n rek is natuurlijk zo gemaakt. Hè, een beetje afvalhout hier en daar vandaan halen. En dan kan je natuurlijk een rek kwijt. En nou ja, ik denk dat hier misschien wel 40 planten in staan in totaal. Dus dan kan je natuurlijk heel wat kweken thuis. Ik ben dus, toen ik 43 was, herbologie gaan studeren. Dat is kruidengeneeskunde. De reden waarom ik herbologie ben gaan studeren is gewoon omdat we vandaag de dag allerlei pesticiden gebruiken die gewoon echt ontzettend slecht zijn voor onze bodem. Voor het grondwater, voor het bodemleven. Hoewel we op een biologische manier dat absoluut heel erg goed kunnen. De natuur is ervoor gemaakt en in staat om zichzelf te genezen en te herstellen. En dat kan door middel van kruiden. En daarom maak ik dus kruiden remedies eigenlijk om insecten, maar ook ziekten bij mijn kamerplanten te bestrijden en te genezen. Ja, we hebben hier een hele trieste plant. Ja, die, daar zat echt helemaal geen blad meer aan. Dat is een dieffenbachia. Toen had ik eerst van, ik ga hem weggooien. Maar toen dacht ik van, ik ga een middel ontwikkelen. En ik ga net zo lang zoeken totdat ik, om te kijken of ik die plant weer goed kan krijgen. En dat was voor mij de uitdaging om het in deze potgrond goed te krijgen. Dus ik heb een mengsel gemaakt met valeriaanhydrolaat, wat brandnetel. Dat was koud aftreksel, wat wormenthee en wat vermacompost. En daarmee en dan krijgt hij weer blad. Hij zal misschien nooit meer de definitie van mooi hebben die we met z'n allen hebben als je kijkt naar een kamerplant. Maar voor mij is die eigenlijk heel erg mooi omdat hij het echt helemaal niet meer deed. En bijna dood was. En ja, je kan het toch weer, als je goed je best doet, weer heel wat nieuw leven geven. En het leuke is, als je nou kijkt in het midden, dan zie je gewoon dat er weer nieuw groen tussen. En deze plant had echt geen blad meer. Ik heb het voor elkaar gekregen en daar ben ik echt onwijs trots op. Er is ontzettend veel onderzoek geweest, ontzettend veel tijd geweest. En we kijken hoe mooi die weer wordt. Nou, we gaan nu naar mijn laboratorium, noem ik altijd. Maar hier staan alle kruiden, waar ik dus allemaal mee werk. En ik ga nu de meststof testen. En eigenlijk wat ik ga doen, is ik ga de vaste stoffen van de vloeistoffen scheiden. Zodat ik weet niet alleen nog wat voor vaste stoffen erin zitten, maar ook in hoeverre dat nog schimmels zijn.
En in hoeverre dat allemaal dood is. Dus er moet ook nog wel wat leven in zitten. Ik werk in een tuincentrum op kamerplantenafdeling. Daar geef ik advies. En daar verkoop ik natuurlijk ook kamerplanten. Ik verzorg kamerplanten. Mijn collega's merken natuurlijk wel dat ik ontzettend veel kennis heb. Maar die hebben geen flauw idee wat ik allemaal doe met kamerplanten. Ze weten wel dat ik een kamerplantenverzameling heb. Ze hebben geen flauw idee dat ik onderzoek doe naar ziektes. En onderzoek doe naar plagen en naar meststoffen. Ze weten niet dat ik een laboratorium daarvoor heb en allemaal dat soort dingen. Nee, dat weet eigenlijk verder helemaal niemand. Dat is voor het eerst eigenlijk dat ik dat vertel tegen iemand. Elk kruid heeft wel een stof die ik aan mijn planten wil geven wanneer ze ziek zijn of wanneer ze een plaag hebben. Dit is niet om nieuwe dingen alleen maar te ontwikkelen. Dit is ook gewoon wat de natuur ons geeft en waardoor je gewoon kan zorgen dat je plant optimaal gezond blijft. Waarmee je niet alleen maar zorgt dat je plant geneest, maar waardoor die ook gewoon niet ziek wordt. Nou, ik heb hier een plek waar ik een volspectrum groeilamp heb. Dus dat is ideaal voor verschillende soorten calatheas. Zo heb ik hier de Crimson Red, de Medallion, Karak. Maar dat is ook een ideale plek eigenlijk voor monstera's. We denken altijd dat die altijd in de schaduw moeten staan. Maar dat is eigenlijk een hele sterke plant, dus die kan ontzettend veel hebben. Het leuke van die calatheas is natuurlijk dat ze s'avonds dat blad omhoog doen. Dus je hebt s'avonds eigenlijk een heel ander beeld als overdag. Als dit s'avonds zo staat, nou heb je natuurlijk, kijk, de onderkant van het blad is hartstikke mooi. En dit zijn natuurlijk gebedsplanten, dus die zetten ontzettend veel energie in s'avonds die bladeren omhoog zetten. En overdag, voor de fotosynthese, gaan ze weer naar beneden. Dus dat is een plant die best lastig is. Het is geen hele makkelijke plant. Veel voeding nodig om die energie te krijgen. En een gebedsplant is eigenlijk een verzameling van planten. Dat zijn onder andere calatheas, maranta's. Dat zijn eigenlijk de planten die hun bladeren 's avonds omhoog doen. En dat doen ze eigenlijk om dat blad te beschermen. Eigenlijk is dit, je moet zien dat het een jungleplant is. En in die jungle, daar leven 's nachts een heleboel dieren. Daar hebben ze 's nachts niks aan licht, want dat is er 's nachts niet voor hun. Dus wat ze gaan doen, dat is ze gaan die bladeren omhoog doen. 'S nachts om zichzelf te beschermen. Zodat ze dus eigenlijk dat vocht wat je 's nachts hebt in dat regenwoud, dat komt er dus eigenlijk wel op, maar dat loopt er eigenlijk helemaal van af, waardoor het blad ontzettend schoon blijft. Dat is zwaartekracht. Als je hier water op krijgt en het loopt zo naar beneden, hoe rechter het loopt, hoe harder het stroomt, hoe meer vuil je van dat blad afhaalt. Dus dat is één van de redenen. Nou, dat kost natuurlijk wat extra energie. Maar doordat het overdag eigenlijk open gaat, en je ziet, het zijn allemaal echt wel een soort schotelantennes bijna. Hè? Zoveel licht als ze kunnen opvangen. En op het moment dat dat blad weer open gaat, maken ze weer fotosynthese aan. Van die fotosynthese maken ze suikers. En die suikers, zoals wij mensen ook doen, zetten we om in directe energie. Mijn verzameling is er echt omdat ik hem mooi vind. Niet gerelateerd aan geld, niet gerelateerd aan status of aan wat een ander vindt, maar aan wat ik echt mooi vind. Ik geef biologische voeding gewoon puur omdat ik dan alles bescherm en de juiste voeding geef. En dat doe ik met wormenpoep. En eigenlijk heel logisch, want wormenpoep is 100% natuurlijk. Daarvoor heb je zo ontzettend veel wormen in de natuur zitten. Omdat daar eigenlijk ontzettend veel, bijna alle voedingsstoffen voor een plant zitten daar wel in. En dat doe je op 100% een natuurlijke manier, waardoor je dus je bodemleven niet beschadigt. En ik maak mijn wormenpoep in mijn wormenkwekerij. En die wormenkwekerij staat in mijn kas. Nou, hier staan alle jonge aanplant. Dus eigenlijk allerlei verschillende soorten, wat echt als babyplantje of als stekje hier aankomt. Soms beworteld, maar vaak onbeworteld. En dan hebben we hier, waar we het net over hadden, de wormenkwekerij. En eigenlijk werkt dit heel simpel. Hier zitten wormen in. Die wormen die zitten hier onderin. Dan gaat er een laag compost op, zodat die wormen iets hebben om in te wonen. En daarop gaan eigenlijk al het groenafval, als het maar niet gekookt is. Dat groenafval dat gaat rotten. Die schimmels die eten die wormen. Dan heb ik hier dit. En dat lijkt net alsof ik heel vies doe. Maar dit is wormenpoep. Vermacompost noemen we dat. Oh kijk, hier zit er toevallig eentje. Nou, dit is dus echt de vermacompost. Die haal ik het dus daaruit.
hier, dat vocht wat hierin komt, heb ik hier een elixir. Dat is dus eigenlijk eens even kijken of ik dat er tussenuit kan krijgen. Normaal moet ik hem daarvoor wegzetten. Dit is het elixir, dus dit is ook gelijk een hele goede voeding. Maar die verdun ik 1 op 10. En dan maak ik de wormen thee, want dat is ook geen hele hoge wiskunde. Maar dat maak ik hieronder. Hier gaat een kous in met waar dus die vermacompost in zit, die wormenpoep. En dan zet ik de luchtbelletjes aan. En dan wordt dat eigenlijk, dat leven, dat wordt geactiveerd. En, door die zuurstof erin. En daardoor krijg je eigenlijk een heel mooi middel, wat niet alleen nog maar als goede voeding werkt. Maar dit kan je ook sproeien tegen ontzettend veel ziekte en plagen. En het is heel goed te combineren met andere producten, omdat het niet heel sterk is. En ja, gewoon een hartstikke fijn middel, 100% natuurlijk. Het probleem wat we vandaag de dag hebben is dat we gebruiken pesticiden, insecticiden, die gewoon echt ontzettend slecht zijn voor ons bodemleven. Waarmee we ons bodemleven vermoorden. Wat komt in ons grondwater, waardoor we zelf ziek worden, want dat wordt er niet uitgefilterd in het water. En dat probleem blijft op het moment dat wij daar niks aan gaan doen. En wij is ook als individu. En ik heb als individu besloten om echt mijn deel van dat probleem aan te pakken. En daardoor te zeggen van ik ga het anders doen voor mijn planten. Ik maak dus kruidenremedies, 100% natuurlijk. Om mijn planten te genezen, om ze te voeden. En om alleen maar bijvoorbeeld een rouwvliegje dood te maken en niet mijn hele grond dood te maken. En waardoor ik eigenlijk dat rouwvliegje steriel maak of de eitjes eigenlijk dood. Waardoor het vliegje uitsterft, maar niet al het andere bodemleven, wat met een pesticide wel gebeurt. Dat is de reden waarom ik met kruiden zo druk bezig ben om de planten weer te laten genezen en weer gezond te krijgen. Dit is zelf gemaakt, met mijn eigen spulletjes. Wij wonen gewoon in een rijtjeshuis, dus we hebben niet heel veel ruimte. Mijn droom zou wel zijn echt een keer een groot laboratorium, als ik daar een week zou mogen doorbrengen. Dat zou echt een droom zijn, dat zou me echt geweldig lijken. En hier kan ik alles doen wat nodig is, dus de absolute noodzaak voor mijn planten, zoals ik het doe en wat ik wil bereiken met mijn planten. En daarmee bereik ik gewoon hele goede resultaten. 'S Avonds zit mijn gezin vaak televisie te kijken en zit ik hier en ben ik aan het onderzoeken en aan het doen. En ik heb een heleboel dingen die ik echt onwijs graag zou willen onderzoeken, maar daar heb ik gewoon zelf de spullen en de capaciteit niet voor hier om dat te doen. Maar ja, er wordt wel eens gevraagd van hoeveel onderzoek doe je nou? Ja, dat is echt uren. Dat is niet uit te drukken. In 2 uurtjes per week, daar red je het echt niet mee. Ik denk dat ik echt elke avond hier minimaal wel 2 uur zit. Dit is eigenlijk het elixir wat we nu gehaald hebben onderuit de wormenkwekerij. Dus wat eigenlijk 1 op 10 verdund wordt, wat ik straks liet zien. En dit is eigenlijk gewoon een hele goede meststof. Nou, dan moet je zorgen dat ze even vol zijn, anders dan gaat die centrifuge... Zo. Nou, dan doen we. Die halen we eruit. Die leggen we hier neer. En dat, daar maak ik altijd een kweek van. Dan gaat dit in de centrifuge. Dan zetten we die aan. Hij staat voluit. Nou, dit laten we dus 10 minuten zo draaien. En straks zien we daar dus de vaste stoffen zitten onderin, door de zwaartekracht, en de vloeistof ligt erop. Dus dan gaan we dat scheiden. En dan kan ik dus onder de microscoop zien van nou, wat zijn nou de schimmels en het leven nog in de vaste stoffen. En wat zijn nou echt de organische dode producten, wat dus eigenlijk in combinatie samen die meststof zo goed maakt. Ik denk dat als ik het betrek op mijn leven, dan is het leven is een schilderij en daar verlies je kleur in. Dus, iedereen krijgt dingen in zijn leven waardoor je een kleur verliest en die kan je nooit meer bijmengen.
En ik denk dat planten zoveel kleuren in je leven kunnen geven dat je misschien niet meer die kleur terug kan krijgen, maar wel weer een nieuwe kleur kan mengen. En ja, dat is wat planten voor mij constant doen. In mijn schilderij van mijn leven mengen ze alle kleuren bij die ik nog mis. En dat maakt mijn leven compleet.